Super! Het beste moet stoppen en basketbal een leuke sport en tot basketbal veel populairder moet worden. Dat het niet nodig is om te pesten, want pesten is niet goed. Want dan komt steeds meer kinderen die dan zelfmoord gaan plegen en zo, en dat is niet leuk. Pest jij wel eens? Nee. Echt niet? Nee. En word je wel eens gepest? Heel soms, maar vaak niet. En nou vanochtend helemaal niet meer, hè? Want iedereen was er wel mee eens. Ja, klopt. Dit is ons uitgangspunt. En we hebben eigenlijk al bereikt wat we willen bereiken. Het basketbal, de bal, is alleen slechts het gereedschap van wat we eigenlijk willen doen. En als ik zie hoe die jongens van het Nederlands team hier ons helpen en hetgeen wat we willen bereiken, is zo mooi. Nee, ik heb deze dingen zelf ook gedaan toen ik jong was. Zeg maar. Ik ken Henk Pieters zeg maar, ook vanaf toen ik 6 was, 8 was. Was hij ook altijd bij mijn club. Dus ik heb van deze dingen vroeger zeker weten wel wat opgestoken. Ja. Ja, sport is veel meer dan alleen maar topsport en op het grootste podium. Het is voor heel veel mensen ook gewoon belangrijk om en gezond te blijven en leuk contact te hebben met andere mensen en gewoon actief te blijven. En dat is denk ik veel belangrijker eigenlijk. Hoe je heel goed kan scoren, want bij die ballen zie je ook nog handen en dan kun je het daar vasthouden en dan weet je hoe je moet scoren. En hoe je moet gooien en leuke dingen gedaan en zo. Veel dingen om te bewegen. Het ging ook over hoe je met elkaar om moet gaan, hè? Ja, dat je respectvol met elkaar om moet gaan. En pesten niet cool is? Nee. Word jij wel eens gepest? Nee. Nee, ik word niet gepest. Nee, ik pest ook niet. Ik vond het wel leuk vandaag. Ja, wat als jij nou vanmiddag thuis komt en je vader of je moeder vraagt van wat heeft die Henk Pieters allemaal verteld? Wat? Nou, dan zeg ik, we hebben dit geleerd. En dat we gewoon hoe je moet schieten en dat pesten niet cool is.